Goedemorgen, ik ben Bart Derksen en wij hadden een afspraak. Ja? Kom nu binnen. Oké. Okay. Oké, okay, goedemorgen. Ik zit hier. Ik zal me even voorstellen wat ik kom doen en wie ik ben. Ik ben Bart Derksen. Ik woon in Meerlo, maar ik ben oudere consulent. En bezoek mensen die 75 geworden zijn. En kijken of we daar iets voor kunnen doen. Of die behoefte hebben aan iets. En ik zal hierbij mijn kaartje geven. Dan weet u in ieder geval met wie je te maken hebt. Hè? En dan, als er nog vragen zijn... Achteraf dan kunnen we altijd contact opnemen met mij. En we doen dat voor, zoals dat heet, samen wijzer. Hè? Dus samen proberen oud en gezond te kunnen leven. Hè? En lekker oud worden. Meneer Kleuskes, toen ik straks binnenkwam, gebruikte u die wandelstok. Ik zag dat u wat minder goed ter been bent. Wat is er gebeurd? Wat is, Ik ben eens gevallen en nu heb ik gedacht, als ik een wandelstok ga gebruiken, dan kan ik me daar voorlopig wel mee redden. Dus u was gevallen, bijna gevallen, maar heb u nog klachten van duizeligheid? Of? Daar heb ik geen verklaring voor. Het is namelijk dat ik goed eet en drink en koken, dat is iets wat ik niet graag doe. Misschien de dokter geïnformeerd erover. U kunt ook gebruik maken van een verpleegkundige die van Samenwijzer zou kunnen komen. Dat is te vinden in deze folder. Ik zal u die folder overhandigen. Dus mocht u daar gebruik van willen maken, dan kan dat. Dus ik zou zeggen, neem deze folder en kijk er nog eens rustig in. Dat zou wel iets zijn voor me, maar... Ik weet niet of het zo dringend nodig is, maar wat kost het? Het is helemaal gratis, dus dat is, kost niks. U weet ook misschien niet, dat er een cursus is van de GGD. Die kan gegeven worden met de KBO samen. En dat heeft te maken met valpreventie. Dan kun je dus leren om niet te vallen. Hè? Nou, ik weet niet of dat voor mij zo belangrijk is. Want ik heb toch de overtuiging dat het vallen wel mee zal vallen. Maar wat is dat, valpreventie? Dan kun je leren om vallen te beperken, hè? Met de trap op en aflopen. Als je de trap op gaat, bijvoorbeeld, dat is een klein voorbeeld. Altijd maar één ding in de hand, de andere hand heb je nodig voor de leuning. Hè? Dus nooit met twee dingen tegelijk de trap op of vanaf. Een ander ding is bijvoorbeeld in de douchecel boven hebben mensen vaak iets staan om te drinken. Hè? Een pilletje of gewoon een slok water. En dat zijn vaak glazen. En als je zo'n ding laat vallen, en dat gebeurt nogal, je hebt natte handen, het ding valt op de grond. En als er iets valt, ga je ook kijken waar het ligt en dan sta je met je voet erin. Hè? Dus... Plastic beker, beter. U had het erover straks dat u niet graag kookt. Eigenlijk vreemd, want eten doe je heel graag, neem ik aan. Hè? Ja. Maar als je niet graag kookt of niet kunt, dan zou u misschien gebruik kunnen maken van de maaltijdservice. Van, Ja, dat is mij bekend. En daar denk ik dat ik eerder gebruik van maak als koken, want dat doe ik niet graag. En je kunt van tevoren aangeven hoe vaak in de week dat je dat wil hebben. En wat, hè? Want ze hebben ook een soort menu waar je dus kunt uitzoeken wat je wel lekker vindt of niet. Hè? Ja. Ze hebben een wekelijks menu, heb ik me laten vertellen. En is zeer gevarieerd. Ja. En aanbevelenswaardig. U praat erover, u kent het, dus ik denk dat als het echt nodig is, dat u er gebruik van kunt maken. Ja. Oké, okay, wat ik ook nog zou willen zeggen is, er zijn vervoersvoorzieningen
die dus ook van de gemeente uit subsidieniveau verstrekt wordt. Dat is op de eerste plaats een regiotaxi. Die zorg die komt de mensen. Als je niet meer in staat bent om naar de bus te lopen, bijvoorbeeld, hè, de bushalte is 600 meter verder. Als je dat niet meer kunt, dan komen ze je thuis halen en brengen je op het adres waar je zijn moet en brengen je ook weer thuis later. Maar dat is gebonden aan een aantal zones. Die zones die zijn beperkt. Maar als je daar verder wil, dan is er een andere vervoersvoorziening en dat is valise. Die is niet gebonden aan zones of kilometers. Wel in zoverre kilometers. Je krijgt 750 kilometer per jaar. En die mag je in stukjes opdelen, zo groot en klein, net wat je zelf wil. En die regiotaxi, dat moet ik ook nog even zeggen, is gebonden aan zones. Maar de ziekenhuizen kun je altijd bezoeken. Dus dat ziekenhuis in Venlo, Eindhoven, Nijmegen en Boksmeer. Die zijn altijd te bereiken, die vallen wel erbuiten. Maar omdat dat belangrijke punten zijn, kun je daar altijd terecht. Van valies weet ik niks van. Maar ik wil er in de toekomst zeker gebruik van maken. Nou, aan het eind van dit bezoek kunnen we dan de zaak afsluiten. We hebben het over verschillende onderwerpen gehad. We hebben over valpreventie gehad. We hebben het over vervoersvoorzieningen, maaltijdservice en zo aan huis. Misschien dat u nog iets te vragen heeft over een of andere zaak of zo. Mocht dat niet zo zijn, dan ik heb het adres afgegeven, mijn telefoonnummer, e-mailen. Misschien doe je ook e-mailen. Hè? Er zijn heel wat ouderen die tegenwoordig ook e-mailen. En kunnen we daarop ingaan. Er zijn namelijk nog een heel aantal onderwerpen waar andere mensen misschien iets mee kunnen, maar u niet in dit geval. Dan zou ik zeggen bedankt dat ik hier langs heb mogen komen en maak er gebruik van. U ook bedankt.